snel gezien hebben, is Porsche druk bezig met het bouwen van de nieuwe Porsche Turbo, de 991 Turbo. Dat wordt natuurlijk een fantastische auto. Maar dat duurt nog even voordat die op de markt komt. Dus vandaag brengen wij de oude Porsche nog even aan het licht, de Porsche 997 Turbo. 480 pk, 620 Nm koppel. Dat moet natuurlijk een groot feest worden. Nou, zoals jullie wellicht wel zien, is dit niet echt een standaard Porsche 911 Turbo meer. Het uiterlijk is flink aangepakt. Er zit een mooie wrap in. Nou, er zitten uiteraard wat stickers op. Want we zijn inderdaad vandaag op pad met een lid van de Streetcasm 2000. De 911 Turbo, standaard 480 pk. Dat is natuurlijk niet genoeg. Dus deze gaat iets door de 500 heen. Dat komt dan door zijn TechArt uitlaatsysteem. Er zitten Vossenwheels onder. Ja, en het is wel een plaatje. Zo'n auto is helemaal gepersonaliseerd. Daar houden wij wel van. We zitten vandaag in een icoon van een auto, de Porsche 911 Turbo. De 911 gaat natuurlijk al jarenlang mee en is leverbaar in enorm veel uitvoeringen. Maar vandaag in die Turbo, die wordt aangedreven door een 3,6 liter grote boxermotor met een enorme turbo erop. Ja, vandaar ook de naam, hè? De Porsche Turbo. Hij is standaard leverbaar met vierwielaandrijving. Daarom is hij ook enorm snel weg bij het stoplicht. Sprinttijd 0 naar 100 moet kunnen in 3,9 seconden met de handbak die wij vandaag rijden. Heb je een automaat, is 3,7 seconden haalbaar. En dat zijn tijden, dat is niet te beschrijven. Boven de 4000 toeren, 1 en al explosie. Dat is echt enorm wild. Dan komt er een gevoel los, dan blaast die turbo. Dat is lekker. Maar dat mag ook wel, want deze Porsche Turbo kost nieuw dik 200.000 euro. Voor dat geld heb je ook een Lamborghini Gallardo of een Ferrari 430. Maar die zijn dagelijks niet zo goed te gebruiken als deze Porsche 911 met zijn vierwielaandrijving. Niet al te stug. Dat is ook wel weer de kracht van de auto, hoor. Dagelijks bruikbare supercar. Wel duur, dik 2 ton meebrengen. Maar ik denk dat ik toch liever dagelijks in deze auto rijd dan in bijvoorbeeld een Lambo of een Ferrari. Met die auto sta je veel te veel in de garage. Dit zit goed in elkaar, dat voel je ook. Het stuurt goed, geen kraakjes, geen piepjes. En je moet er wat voor over hebben. Maar dan krijg je ook wat. Want wat een auto is dit, zeg. Ik heb me er eigenlijk een beetje in vergist. Je ziet hem rijden, je denkt Porsche 911, leuk, chique auto. Maar je ziet hem eigenlijk nooit rijden waarvoor hij echt gebruikt is. Deze auto is zo goed in elkaar. Hij is wild, hij heeft vermogen zat. Maar niemand gebruikt hem eigenlijk zo. En nu zit je erin en dan ga je zo'n auto aanvoelen wat hij allemaal kan en doet. Ja. Dan durf ik te zeggen dat dit echt een supercar is. En het geluid, het is een zescilinder, dus echt heel wild klinkt hij niet. Maar dat blazen van die turbo met die TechArt uitlaat. Toch wel erg lekker, hoor. Je merkt wel in de bochten dat de balans echt goed is, maar niet perfect. De motor zit achter de achteras. Daardoor zit heel veel gewicht op je achteras. Voor is die heel licht. Ja, dat kan in de bochten nog wel eens links zijn. Ik ben blij met de vierwielaandrijving. Yeah.
veel te zeggen dat ik me een beetje vergist heb in deze auto. Want dit is wel heel erg wild. Dit is gaaf. Een jongensdroom, een Porsche 911. Het zit goed in elkaar. Het voelt goed. Dat is lekker. Ik moet wel zeggen, hè, we zitten nu in die Turbo. Een van de topmodellen. Dik 200.000 euro. Maar het interieur, het is er niet aan af te zien. Ik vind het verschil met een gewone 911 echt te klein. Als dat het enige is wat ik te zeuren heb over de 911 Turbo, kan ik zeggen dat dit een super auto is. Met die handbak, gewelddadig. Deze auto wil je ook niet hebben met die Tiptronic automaat. Je wil schakelen, je wil voelen wat je doet. Het is fantastisch.